Er was altijd iemand boven mij die alles zag wat ik deed. En daar zou ik ook op beoordeeld worden. Veel gebeden? Ik heb me kapot gebeten. Nou, en op een gegeven moment kwam er een moment in mijn leven dat ik dacht van, dit klopt niet. Toen mij werd verteld dat je op zondag geen gras mag maaien, toen dacht ik, dit is de limit. Een statige kerk eigenlijk. Mooi, hè? Ja. En mooi, die houten banken ook. En waar zaten jullie dan, Johanna? Hier. Dit waren de banken. En er zat dan dat gezin. Ja. Vijf kindjes, vader, moeder naast elkaar. Ja, langzamerhand werden het er vijf. Ja. De laatste die kwam heel veel later. Maar daar zaten wij. En mijn vader is ook nog een poosje ouderling geweest. En die zat dan daar. Want daar zaten dan de ouderlingen. En dan was het elke zondag, denk ik, twee keer dat je hier zat? Nee, ik niet hoor. Jij niet? Nee, mijn vader die ging wel twee keer. Maar de kinderen hoefden niet twee keer. Dus dat was wel fijn. En wat deed je dan? Nou, zitten en lusten en zingen, dacht ik ook. Ja. Ik vond dat het fijnste om aan de kant te zitten. Hier. Kon je snel weg? Ja, dat. Ja, kon je snel weg. Nee, maar ook wat ik nooit fijn vond, als je dan aan het eind van de familie zat, dan zat er een vreemde naast je. En die banken waren goed gevuld, dus dan zat je een hele dienst lang naast een vreemde. Dat vond ik niet zo leuk. En het liefst zat ik als kind naast mijn moeder. En ik weet nog dat ik altijd zat te dromen en dat ik altijd de keukentjes speelde met de knopen van mijn moeders jas. Dus dan was ik hele maaltijden aan het koken, terwijl zij aan het luisteren waren. En dan die knopen, dat waren dan de gaspitjes en de... Je was niet heel erg met het geloof bezig en met het woord wat hier beleid werd. Nee, maar dat was ook ingewikkeld als kind. In die tijd was het... Ik begreep er helemaal niks van, wat die dominee zei. Ja, de kern van de dienst was vaak, God ziet alles. Ja. En smeken om vergiffenis, ja. Bidden voor je zonde. Ja, een mens wordt zondig geboren. Veel gebeden? Ik heb me kapot gebeden. Waarom? Was je zo zondig? Nee, nou, ik dacht, elke avond als ik naar bed ging, dan... voor het slapen gaan hadden we geleerd dat je moest bidden. En dan bad ik en dan vroeg ik God om mijn zonden allemaal te vergeven. En dan ging ik alles opnoemen waarvan ik dacht dat het zondig was geweest. En dan eindig ik mijn gebed met, en Heere God, wilt u ook mij die zonde vergeven die ik zelf ben vergeten vandaag. Ik dacht, nou, dan ben ik helemaal schone. En zo deed ik dat. Maar ja, als je er heel ernstig naar aankijkt, dan was je voortdurend bang om dingen fout te doen? Eigenlijk wel. Ik was niet bang om de... ik snap wel dat je dat vraagt. Daar hing altijd wel een dreiging. Dat klopt wel. Zo heb ik dat wel ervaren. Niet als een zware dreiging, maar er was altijd iemand boven mij die alles zag wat ik deed. En daar zou ik ook op beoordeeld worden. Nou, en op een gegeven moment kwam er een moment in mijn leven dat ik dacht van, dit klopt niet. Toen mij werd verteld dat je op zondag geen gras mag maaien, toen dacht ik, dit is de limit. Als je daar al voor wordt gestraft, gewoon het gras maaien, dan klopt er iets niet. En zo is dat eigenlijk dat begonnen, dat bewustzijn. Dat je op een bepaalde manier wordt opgevoed en dat niet jouw waarheid hoeft te zijn of te worden. Ik heb overigens wel een hele leuke opvoeding gehad. Naast het religieuze gedeelte. En tot wanneer kwam je hier uiteindelijk dan? Wanneer was het moment dat je dacht, nou ja, ik maak toch liever het gras op zondag? Of ik ga 's ochtends om 5 uur naar bed, zondagochtend. Toen ik op kamers ging, ik ben 10 mei jarig, toen werd ik 17. En in de zomer, na mijn 17e, ben ik op kamers gegaan, ben ik naar kampen gegaan. Naar de Christelijke Sociale Academie, 1 jaar. En toen naar de Christelijke Academie voor Expressie door Woord en Gebaar. Jou wel bekend. En toen ik het huis uitging, toen ben ik ook gestopt met naar de kerk gaan. Niet naar de kerk gaan, dat ging niet. Dan had ik zoveel problemen veroorzaakt thuis. En dan hadden mijn ouders zo verschrikkelijk veel verdriet gehad. Dat was zo moeilijk voor hun.
dat ik dacht, ik doe dat gewoon. En als ik het huis uit ga, dan ga ik mijn eigen weg.